De zesde editie van de Suriname Fashion Week is gisteren van start gegaan. De organisatie ligt in handen van Warda Marika, Helio Fuli en de Chinese ambassade. Voor de zesde keer hebben Surinaamse modellen hun kunnen getoond. Om de fashion business in Suriname naar een hoger niveau te tillen, zijn er veel uitwisselingsprogramma's met China geweest, zeggen Marika en Fuli. Ze gaan ook in op de shows die nog moeten volgen. Deze avond is voor de Chinese ambassade zelf, omdat zij een heel groot aandeel hebben in Suriname Fashion Week. Hebben ze twee designers laten halen, hebben ze gezegd, we willen onze eigen avond hebben. Met Surinaamse designers die naar China gegaan zijn en twee gastdesigners uit Trinidad. Welke Surinaamse designers zijn naar China geweest? Dat zijn Tiffin en Akasha. Die zijn momenteel in China. De twee die terug zijn, die zijn Meredith Jurora en Abraham Linga. En zij showen kleding hier vanavond? Ja, Meredith Jurora heeft vandaag geshowd. Abraham Linga heeft geshowd. Akasha not. Alleen Tiffin, haar collectie hebben wij voor een andere dag. Zij is de enige die niet geshowd heeft van de vier. Maar wat is eigenlijk dan de bedoeling van deze avond? De bedoeling van deze avond is eigenlijk een thank you naar de Chinese ambassade toe. En om een kleine voorproefje te geven van de andere shows die komen. Men onderschat de fashion-industrie eigenlijk in Suriname. Maar de afgelopen 5 jaar hebben wij hard eraan gewerkt om fashion tot een statement te maken in Suriname. En ik mag trots zeggen, van het is niet alleen gelukt in Suriname, maar ook in het Caribisch gebied. We zijn in het Caribisch gebied uitgegroeid tot een van de must-attend fashion weeks in het Caribisch gebied. En de Chinese designers, hebben zij speciale dingen? Ja, meneer Ho King Wa, die nog moet komen. Hij heeft speciaal 2 collecties gemaakt. En een van die collecties, waar hij de vorige keer echt traditioneel Chinees was, die heeft hij nu ook. Hij heeft 2 collecties. Maar die andere zie je een inspiratie. Ik zie African designs. En ik ga nog, maar het is verrassend. Ik wist dus niet van, wauw, dat komt van meneer Ho. Die eigenlijk meer traditionele Chinese kleren maakt of ontwerp. Dus dat vind ik leuk. Weet je, dat je ziet dat het toch iets heeft meegenomen. En in zijn, want hij zegt, hij heeft een speciale collectie gemaakt voor Suriname Fashion Week. Vinden we ook geweldig. En wat mogen we verwachten, Suriname Fashion Week? Ja, we hebben nog 3 shows te gaan. We hebben donderdag hebben we de opening show bij Marriott. We hebben 26 bij KKF. In samenwerking met de United Business Fair hebben we onze networking event. Fashion is leuk, maar het is ook een business. En speciaal voor dat gedeelte hebben wij vrijdag ons event. En zaterdag gaan we knallen. Zaterdag gaan alle fantastische extravaganza, wow-stukken gaan op de catwalk. De Chinese fashion designers Tiffany Pattinson en Ho King Wa zijn onder de indruk van dit evenement. Ze kunnen nauwelijks wachten op de volgende show. 苏里南看到非洲的和其实是南美洲的这一些的感觉，我就特意的带了两个系列，都是为了苏里南的人民来的美好的追求，把中国的文化和苏里南的文化进行了结合啊。Okay, okay. So Mr. Ho was saying last year when he was in Suriname, he see a lot of like South American and African design and prints, and it inspired him a lot. So this year, this 2 collection is actually custom made for Suriname Fashion Week, and he did a fusion of like Chinese traditional culture and prints with like South American prints. Yes. Yes. And he likes Suriname? 你喜欢苏里南对吧? 哪个? 你喜欢苏里南对吧? 非常喜欢. Beautiful. 空气又好. Yeah. 美丽的白云好. He said there were like beautiful sky, the air is amazing, yeah. And it's just beautiful. Yes. Okay. Yes. Okay. And you had also models on the catwalk. How do you experience the fashion show? I love it so much because the designers here are really talented and they have so much passion and fire, and it's always amazing like to work with other designers, to be in the same show, you know, with other talents, and I learn a lot from everybody, and also I also absorb a lot of inspiration from like traditional patterns and prints from like Suriname and also from the villages that we visited last time. And my collection are sustainable because I want to also promote sustainability and eco-friendliness in Suriname, because there's 70% of nature here. And I actually brought like a lot of fabric that is made out of plastic bottle or traditionally hand woven by tribes in China, so we can do an exchange. Yeah.
Fashion designer Stephanie Pattinson en Hokingwa over de Suriname Fashion Week die gisteren van start is gegaan.